Nou, om te beginnen is het misschien interessant om te vertellen dat we een bluesband zijn. Ja, dat is zover je dat nog niet begrepen had. Ja, die 12 bar, dat slaat niet op 12 cafés, maar op de 12 maten, toch? Nou, het is wel zo begonnen eigenlijk. Oh. Dat is 12 cafés, ja. Oh. Maar dat hielden we niet langer dan een jaar vol, inderdaad. Dus. Toen hebben we er maar maten van gemaakt. Ah, ja. We hebben dus nog meer maten. We hebben Marcel als maat erbij. Ja. En Patrick hebben we als maat erbij. En op een gegeven moment werden dat er 12. Hmm. Vandaar dat het 12 maten blues band werd gehouden natuurlijk. Jij kan dit verhaal zo mooi vertellen, Jan. Iedere keer ben ik weer echt sprakeloos. Vol bewondering. Ja. En jullie komen allebei uit Amsterdam. Dat is de hoofdstad, geloof ik. Eigenlijk zou het Den Haag zijn, maar... Niet van de buurt. Ja. Den Haag mag er ook zijn. Ja, heel Nederland is één stad eigenlijk. Vind ik hoor. Maar... Ja, in de blues is het één grote familie. Ja. Maar jij woont tegenwoordig in Diemen. Ik woon in Diemen, ja. Ja. Daar zijn ze nog niet zo blues. New Orleans van Amsterdam eigenlijk. Nee, voor de blues moet ik echt de deur uit. Ja. Nou, ik ben zelf ook Amsterdam uit van de vlucht, hoor. Ja, een beetje druk, hè? Ja, echt druk. Ja. En veel Amsterdammers natuurlijk ook. Nou, Amsterdammertjes, die paaltjes en zo, die staan ook gewoon in de weg. Ballen slaan. Ja. En onwijs waaien, het heeft ook onwijs gewaaid in Amsterdam. Ja, daar hebben wij niks van gemerkt eigenlijk. Nee. Iets wiet waaien weg. Vandaag. Jan ligt de hele dag in zijn bed. Dus. Die wordt wakker als de brievenbus begint te klepperen. Ja, zeker. Hij is pas getrouwd. Ja. Laat ze dat thuis maar niet horen. Volgens mij is dit weer een van de gedenkwaardige interviews, Jan. Ja, het wordt weer een van die gedenkwaardige diepte interviews. Maar dat hoort een beetje bij dit programma, ook. Ja, Kees. Ja. Ze willen winnen van Nico Bravenboer, denk ik. Nee, ik denk dat... Een hoop bluesliefhebbers ondertussen wel een beetje weten wie de 12 bar bluesband zijn en waar we vandaan komen en waar we voor staan. Dus. Ik zie jullie overal voorbij komen. En, we hebben nog een paar keer samen gespeeld. We hebben ook nog trouwens in Zoetermeer gestaan. Dat was ook wel super gezellig. Ja, een hele leuke concert. Grote sessie. Ja. Nou, dat hebben we 2 keer al gedaan samen. Oh ja, precies. Dat zal volgend jaar wel weer gebeuren, verwacht ik. Ja, dat is leuk. Maar zullen we dan een nummertje... My Crocodile.